Ik ben Jelmer Wijnstra en ik ben opgegroeid in de melkveehouderij bij mijn ouders. Nu ben ik ZZP'er in de agrarische sector, vleesvee, melkvee. Ik denk dat de afwisseling het mooiste is. Want je bent tussen de melkkoeien en tussen de kalfjes en de koeien die kalveren blijft ook heel mooi. En het trekkerwerk eromheen is ook hartstikke mooi. Dus het is echt de afwisseling die het mooi maakt, zeg maar. Ja. Het leven en het werken op de boerderij geeft een hele hoop rust en hoe zeg je dat? Vrijheid. Ja, vooral de vrijheid is, vind ik heel mooi. Er zijn bepaalde dingen die je wel bijblijven over het melken met je vader of dat soort spullen. Dat heeft schijnbaar toch net het setje gegeven dat je denkt van ik ga zelf ook de melkveehouderij in. Ik denk niet dat de koe het lastig heeft, maar ik denk dat de boer het minder heeft dan de koe op dit moment. Ik ga me daar verder niet heel erg over uit, denk ik. Want er zijn zoveel dingen die je eigenlijk wel aan het licht wilt brengen, maar ik denk van, laat allemaal maar toch maar zitten, want het gaat toch zoals het gaat.